Dames en heren, goedemiddag allemaal. In de traditie van de Vrije Universiteit open ik deze openbare vergadering van het College van Decanen met het uitspreken van het votum. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. In deze openbare zitting van het College van Decanen zal professor Dr. Ank de Jonge haar oratie uitspreken en daarmee haar ambt als hoogleraar Midwifery Science aanvaarden. Ik wil graag beginnen met een kort welkomstwoord. In eerste instantie natuurlijk aan de orator, professor de Jonge, voor wie wij allemaal gekomen zijn en in hoge verwachtingen zijn. En natuurlijk verder ook aan iedereen die aanwezig is, in het bijzonder partner Charles, de ouders van professor de Jonge en Henny en Amanda. Ik wil graag iedereen welkom heten. Het is natuurlijk heel bijzonder om dat op zo'n digitale manier te doen. We zijn gewend aan de Vrije Universiteit om oraties te doen in een volle aula. En zelfs als de aula zo groot als die is, wil die nog wel eens vol zijn. We hebben een aantal hybride oraties al gehad, waar een paar mensen in de aula waren en een heel groot deel thuis. En dit is, althans bij mijn weten, de eerste oratie die volledig digitaal is. Ik zit wel in de forumzaal in de Vrije Universiteit, maar samen met de pedel zijn we daar eigenlijk zo'n beetje in ons eentje. En professor de Jonge heeft mij net verteld dat ze haar huis helemaal heeft omgebouwd, zodat ze daar nu een soort van studio heeft, zodat ze in een passende achtergrond tot u kan spreken. Heel bijzonder, deze gang van zaken. We weten allemaal waarom het is. En eigenlijk toch mooi dat het wel door kan gaan. Want dit soort plechtigheden uitstellen is ook heel jammer. Dus ik hoop toch dat u allen, en misschien bent u allen, ik kan u niet zien, maar misschien bent u allen nu met nog wel meer mensen dan u normaal geweest zou zijn. Misschien bent u nog wel met z'n allen in hoge verwachtingen op wat er nu gaat komen. De titel van de oratie van collega de Jonge is Tijd voor verloskundige zorg met vrouwen. Na haar reden zal zonder verdere aankondiging kort het woord gevoerd worden door professor Van der Horst, de voorzitter van de divisie Eerste Lijn Zorg, Public Health en Methodologie. En daarna ziet u mij nog weer even terug. Het woord is nu aan professor de Jonge. Meneer de rector magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders. Vandaag schrijven wij historie. Voor het eerst in de geschiedenis spreekt een Nederlands verloskundige haar oratie uit bij het aanvaarden van de leerstoel binnen een Nederlandse universiteit. Het is een bekroning op het jarenlange werk van velen om de verloskundige wetenschap in Nederland te laten bloeien. Als ik zeg dat ik sta op de schouders van velen, van reuzen, dan moet ik wel een duizendpoot zijn. Zoveel schouders dragen deze leerstoel. In 1957 kreeg Betty Huidekoper als eerste verloskundige een aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker aan een Nederlandse universiteit. Maar pas in 1990 ontwikkelde de werkgroep onderzoek en scholing van de Nederlandse organisatie van verloskundigen de eerste cursus wetenschappelijk onderzoek voor verloskundigen. Georganiseerd door verloskundige dokter Esterique de Miranda en gynaecoloog professor Mark Keersen. Dr. Barbara Kwast promoveerde als eerste Nederlandse verloskundige in 1985 aan de Universiteit in Cardiff. En in 1996 promoveerde dokter Rita Idema als eerste verloskundige in Nederland. Bijzonder hoogleraren midwifery science zijn mij voorgegaan. Professoren Simone Buitendijk, Raymond de Vries en Eileen Hutton. En inmiddels zijn er al vier verloskundige hoogleraar. Behalve ik zijn dat mijn zeer gewaardeerde collega professor Corine Verhoeven, professor Marianne Nieuwenhuizen en gastprofessor Yvonne Fontijn Kuipers. Hanneke Tori en dokter Agete Rosman zijn allebei lector. De Nederlandse verloskunde is internationaal nog steeds een voorbeeld met een sterke verloskundige beroepsgroep en een vrije keuze voor vrouwen in de plaats van bevalling. Alle beroepsgroepen in de geboortezorg mogen er trots op zijn dat we met elkaar de keuze voor thuisbevallen in stand houden en dat deze cultuur nu immaterieel erfgoed is geworden in Nederland. Het is tijd dat we nu ook een inhaalslag maken in het wetenschappelijk onderbouwen van het werk van verloskundigen. Ik wil u laten zien waarom de tijd rijp is voor de verloskundige wetenschap als wetenschappelijke discipline en voor het vakgebied midwifery in de geboortezorg.
Ook is het de hoogste tijd dat vrouwen, hun partners en hun vertegenwoordigers mede vormgeven aan de inhoud van de zorg, het onderwijs en onderzoek. Binnen mijn leerstoel Verloskundige Wetenschap doen wij onderzoek naar het vakgebied midwifery. Ik houd erg van het woord midwifery en ik zou willen dat er een goede Nederlandse term voor bestond, maar die is er helaas niet. Midwife bestaat uit de oud-Engelse woorden mid en wife, die respectievelijk met en vrouwen betekenen. Een midwife is dus een zorgverlener die met de vrouw is. En in tegenstelling tot de titel verloskundige verwijst midwife niet naar de zorgverlener, maar naar de vrouw waar het allemaal om draait. Het vakgebied midwifery is gedefinieerd op basis van vele nationale en internationale onderzoeken naar wat vrouwen belangrijk vinden in de geboortezorg. Midwifery is ondersteunende zorg aan vrouwen die hen in staat stelt zwanger te zijn en een kind te krijgen op een manier die het beste bij hen past. Dit sluit goed aan bij de definitie van positieve gezondheid, waarin veerkracht en eigen regie kernwaarden zijn. Midwifery-zorg wordt verleend door alle disciplines die werkzaam zijn in de geboortezorg en het vormt de kern van het werk van verloskundigen. In de afgelopen decennia is de aandacht in de geboortezorg vooral gericht geweest op de kleine groep vrouwen en baby's die complicaties ontwikkelen en met resultaat. De zorg voor vrouwen met hoge bloeddruk is bijvoorbeeld verbeterd en het heeft ertoe geleid dat minder vrouwen als gevolg hiervan overlijden. Maar deze verbeteringen hebben ook een prijs. De nadruk op de risico's en complicaties hebben wereldwijd geleid tot een enorme toename aan medische ingrepen tijdens de zwangerschap en bevalling. Dit leidt tot blootstelling van grote groepen vrouwen aan de potentiële bijwerkingen van dat medisch ingrijpen, tot gefragmenteerde en onpersoonlijke zorg en tot stijgende zorgkosten. Om dit tij te keren wordt wereldwijd gepleit voor meer midwifery zorg. Tijd hebben is een belangrijk element in het vakgebied midwifery, misschien wel het belangrijkste. Tijd voor persoonsgerichte zorg en tijd voor het opbouwen van een relatie met vrouwen. Maar dit element tijd staat onder druk, wordt ondergewaardeerd en dreigt verloren te gaan in het streven naar geprotocoleerde en meetbare zorg. Er bestaan twee soorten tijd, ieder gesymboliseerd door een Griekse god uit de klassieke oudheid, namelijk Chronos en Kairos. Chronos gaat over kloktijd, die orde en structuur aanbrengt en is universeel, statisch, kwantitatief en lineair. Deze tijd is erg belangrijk voor het soepel laten verlopen van allerlei processen in onze maatschappij. Kairos gaat juist over de onderbreking van die kloktijd, waarin we letterlijk de tijd vergeten en waarin ruimte ontstaat voor nieuwe ervaringen en mogelijkheden. Kairos is subjectief, dynamisch en kwalitatief en gaat over de juiste dingen doen op het juiste moment. Welnu, u hoeft geen zorgverlener te zijn om te begrijpen dat die Kairos-tijd uitermate belangrijk is in de geboortezorg. Immers, geen zwangere is hetzelfde en geen bevalling is hetzelfde. En geboortezorg zou dus ook toegespitst moeten zijn op de individuele behoeften en kenmerken van vrouwen en hun gezinnen. Zie hier de link met midwifery. In de huidige geboortezorg is Chronos echter dominant. Er zijn steeds meer protocollen die bijvoorbeeld voorschrijven hoe lang de zwangerschap, de ontsluiting en de uitdrijving mogen duren. Het ziekenhuis is een bedrijf dat gericht is op productie draaien in plaats van dienstbaar te zijn aan de zorgvragen van vrouwen. Overigens kan dat ook vaak gezegd worden over de verloskundige zorg in de wijk, in de eerste lijn. Zelf werk ik als eerste lijns verloskundige in Amsterdam. Als twee vrouwen tegelijk weeën hebben, dan bel ik een verloskundige van een andere praktijk met de vraag of zij een vaginaal onderzoek wil doen. Dit is een soort Chronoszorg. Veel moeilijker vind ik het om haar te vragen een paar uur naast een vrouw te gaan zitten om ondersteuning, oftewel Kairoszorg te bieden. Dat is toch vreemd dat ik dat moeilijker vind. Wel zijn er hoopvolle veranderingen gaande. Met de aandacht voor waardegedreven gezondheidszorg verschuift het accent in de zorg van het uitvoeren van standaardprotocollen
naar het leveren van zorg die aansluit bij persoonlijke waarden van patiënten. Dit is geen gemakkelijke verandering, zeker niet zolang de financiering van de zorg nog gericht is op de handelingen die zorgverleners verrichten en veel minder op de ondersteuning die ze bieden. Toch weten we uit onderzoek dat die ondersteuning bieden minstens zo belangrijk is voor een goede gezondheid van moeder en kind als het uitvoeren van medische handelingen. Zo is een internationale metasynthese gedaan naar zorg in geboortecentra. Volgens vrouwen hebben verloskundigen in geboortecentra veel meer dan op de verloskamers in ziekenhuizen de tijd om gewoon aanwezig te zijn bij een baring, in plaats van dat ze steeds maar dingen moeten doen. Aha, minder chronos en meer kairos dus. Verloskundigen in geboortecentra hebben meer tijd om een relatie met vrouwen op te bouwen, waardoor vrouwen op hun beurt ervaren dat ze meer regie hebben over hun bevalling. Deze relatie tussen vrouwen en hun zorgverleners lijkt een belangrijke reden voor het feit dat vrouwen in geboortecentra minder medische ingrepen krijgen en dus minder blootgesteld worden aan de bijwerkingen ervan. Ook in Nederland zou dit wel eens ten grondslag kunnen liggen aan de bevinding dat vrouwen met een laag risico op complicaties, die aan het begin van de baring al in het ziekenhuis onder controle zijn, 3 keer zo vaak een keizersnede krijgen vergeleken met vrouwen die onder controle zijn van de eerste lijns verloskundigen. De schrijver Abdelkader Benali schreef over de geboorte van zijn dochter en de rol van de verloskundige. En ik citeer: in de geboortekamer hebt u mijn vrouw ondersteund met afwisselend zachte woorden en ferme aansporingen. U las haar lichaam, zoals een kapitein het water leest. U vertelde mijn vrouw wat er in haar lichaam gebeurde. U vertelde wat het lichaam ging doen. U vertelde mijn vrouw wat zij kon doen om het lichaam mee te laten bewegen met het verlangen een kind op de wereld te zetten. Abdelkader Benali verwoordt hier op een prachtige manier de zorg waarvoor Marianne Prins en Beate Franso de term watchful attendance hebben bedacht. En die vaak, maar niet uitsluitend, door verloskundigen wordt verleend. Het gewoon aanwezig zijn en inspelen op wat een vrouw op elk moment nodig heeft, vereist medische kennis om een fysiologische zwangerschap en bevalling te kunnen begeleiden en ook om medische ingrepen toe te passen of te adviseren indien menselijk. Het is veel moeilijker om goed onderbouwd af te wachten en op het juiste moment iets te doen dan om routinematig een protocol uit te voeren. Overigens is het beperken van ingrepen geen doel op zich. Hoewel vrouwen wereldwijd het liefst met zo weinig mogelijk medische ingrepen hun kind krijgen, gaan kairos en watchful attendance over het juiste doen op het juiste moment. En het kan ook zijn bij de eerste weeën al een ruggenprik regelen als een vrouw daar goed geïnformeerd voor kiest. Wel hebben wij laten zien dat het aantal vrouwen dat bijvoorbeeld een knip of een keizersnede krijgt zo enorm verschilt tussen landen en regio's dat het onmogelijk te verklaren is door medische factoren of door het verschil in wensen van vrouwen. En het is belangrijk om ervoor te zorgen dat vrouwen niet te veel, maar ook niet te weinig ingrepen krijgen. Het verbreden van de focus van in de geboortezorg naar midwifery kan versterkt worden door technologische vooruitgang. Zo kunnen bijvoorbeeld predictiemodellen op basis van kenmerken van vrouwen en laboratorium- en echo-uitslagen mogelijk voorspellen of vrouwen baat hebben bij meer of juist minder medische zorg tijdens de zwangerschap. Maar ook als deze predictiemodellen steeds beter worden, is het belangrijk dat zorgverleners kritisch blijven nadenken en met een individuele vrouw bespreken wat zij nodig heeft. Personalized medicine zou moeten beginnen met zogenaamde personalized preventie en ondersteuning. Ik zie positieve veranderingen waardoor chronos en kairos in de hele geboortezorgketen meer in balans komen. Zo is de titel van recente richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie Antepartum en Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience. Voor het eerst staat de ervaring van vrouwen centraal in de titel van deze richtlijnen.
Hierin wordt bijvoorbeeld benadrukt dat de tijd waarin de ontsluiting plaatsvindt enorm varieert tussen vrouwen. En dat de richtlijn van 1 centimeter progressie per uur, die vaak gehanteerd wordt, veel te optimistisch is. De aanbeveling is om minder snel in te grijpen om de baring te versnellen, mits de conditie van moeder en kind goed zijn. Toch is het in de praktijk moeilijk om niet in te grijpen. Artsen en verloskundigen leggen de eed van Hippocrates af en beloven vooral geen kwaad te doen met hun handelen. Maar als er een ernstige complicatie optreedt en een verloskundige heeft niet of te laat verwezen naar een gynaecoloog of een gynaecoloog heeft geen keizersnede gedaan, dan worden hier vragen over gesteld in een perinatale auditbijeenkomst waarin zorgverleners bevallingen met een ernstige uitkomst bespreken. Zelden worden er vragen gesteld over handelingen die mogelijk onnodig waren en tot bijwerking hebben geleid. Zolang zorgverleners bang moeten zijn afgerekend te worden op wat ze niet doen en niet op wat ze onnodig doen, is het logisch dat het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis en het aantal medische ingrepen blijven toenemen. Het klinkt mooi, die noodzakelijke verbreding van de focus op risico's en complicaties naar het versterken van veerkracht en eigen regie. Maar we zullen heel hard moeten werken om dit in praktijk te brengen. Zorgverleners, zwangere vrouwen en de maatschappij als geheel hebben een onrealistisch groot vertrouwen in het uitbannen van risico's door medische handelingen. Veel technieken en medicijnen waarvan nog niet bekend is of ze zinvol zijn, of waarvan al bekend is dat ze niet effectief zijn en zelfs nadelen hebben, worden op grote schaal gebruikt, terwijl bewezen effectieve preventieve zorg niet wordt ingevoerd. Ik laat dit graag zien met 2 voorbeelden. Fatima Akin is zwanger van haar 2e kind en wil graag thuis in bad bevallen. Rond 30 weken zwangerschap biedt de verloskundige aan om een extra echo te maken, hoewel daar geen indicatie voor is. De echoscopiste ziet een baby die wat klein lijkt en Fatima wordt verwezen naar het ziekenhuis. Op vervolgecho's blijft de baby wat aan de kleine kant. Bij 39 weken zwangerschap wordt daarom besloten om de baring in te leiden om babysterfte door groeivertraging te voorkomen. Zoon Ibrahim heeft bij de geboorte een goede start, blijkt toch groter dan gedacht en gaat na de bevalling met Fatima mee naar huis. Ellen van Gaal is zwanger van haar eerste kind. Ze begint haar zorg bij een verloskundige praktijk en leert de 4 verloskundigen allemaal kennen. Ze heeft veel last van stress en belt veel naar de dienstlijn. Bij 29 weken wordt ze verwezen naar het ziekenhuis omdat ze de baby steeds niet goed voelt bewegen, hoewel de hartfilmpjes die gemaakt worden er goed uitzien. Verloskundigen en gynaecologen in het ziekenhuis nemen de zorg over. Bij 33 weken krijgt Ellen buikpijn, gaat naar het ziekenhuis en bevalt van haar dochter Anouk. Anouk doet het goed en gaat na 2 maanden naar huis. Ze zal nog regelmatig op controle gaan in het ziekenhuis, want ze heeft meer kans op ontwikkelingsproblemen omdat zij te vroeg geboren is. Als de zorg die Ellen en Fatima hebben ontvangen in een perinatale ouderbijeenkomst besproken zou worden, zouden er weinig vraagtekens gezet worden bij het handelen van de zorgverleners. Toch durf ik te beweren dat beide vrouwen substandaard zorg hebben gekregen. Zeker, de zorgverleners hebben hun uiterste best gedaan binnen het geboortezorgsysteem dat we hebben. Maar Fatima is onnodig blootgesteld aan diagnostiek en daarmee aan de bijwerkingen ervan. Wij hebben in de eerste studie laten zien dat het routinematig aanbieden van echo's aan vrouwen zonder indicaties niet leidt tot betere uitkomsten bij baby's en wel leidt tot iets meer inleidingen van de baring. Vergeleken met het doen van echo's als zorgverleners dit nodig achten. Doordat Fatima een routine echo heeft gehad zonder indicatie en vervolgens is verwezen naar het ziekenhuis, is zij verder begeleid door een onbekend team zorgverleners, kon zij niet thuis bevallen en heeft ze een infuus gekregen waardoor ze niet in bad kon bevallen. Bovendien zijn zij en baby Ibrahim vanaf het begin van de bevalling blootgesteld aan oxytocine om de weeën op te wekken. Oxytocine kan leiden tot stress bij de baby en daarom werd de hartslag van de baby continu in de gaten gehouden met een monitor. In ons onderzoek, met behulp van grote datasets uit Australië, zagen wij een verband tussen het gebruik van oxytocine tijdens de bevalling en bijvoorbeeld ziekenhuisopnames voor infecties bij het kind tot een leeftijd van 5 jaar. Dit hoeft nog niet te betekenen dat er een oorzakelijk verband is,
Maar deze bevindingen vragen wel om nader onderzoek en om terughoudendheid bij ingrepen als het nut onzeker is. Ellen is te vroeg bevallen. Een medicijn dat het aantal vroegabortus met een kwart kan verminderen, heeft zij niet gekregen. Als u dit hoort, denkt u vast, hoe kan het? Dat zorgverleners niet zouden constateren dat hier substandaard zorg is geleverd. Dat komt omdat het medicijn niet gemakkelijk is toe te dienen, zoals met een pil of een injectie. Het medicijn bestaat namelijk uit de manier waarop de zorg is georganiseerd. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat minder vroegabortus voorkomen als vrouwen begeleid worden door één of een klein team vaste verloskundigen tijdens de hele zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Vanuit de relatie met een vrouw en gericht op haar behoeften en wensen, plant, coördineert en verleent een verloskundige de zorg in nauwe samenwerking met andere zorgverleners waar nodig. Deze zorg leidt ook tot minder doodgeboorte voor 24 weken zwangerschap, minder medische ingrepen, meer tevredenheid onder vrouwen en minder kosten. De voordelen lijken nog groter onder vrouwen in kwetsbare situaties. In de literatuur en richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt continue zorg door verloskundigen daarom aanbevolen in landen met een goed functionerende verloskundige beroepsgroep. Overigens heeft continue zorg door andere zorgverleners, ook buiten de geboortezorg, positieve effecten. Zo blijkt dat een continue relatie tussen patiënten met huisartsen of specialisten leidt tot minder sterfte. En in Engeland wordt geëxperimenteerd met modellen van continue geboortezorg, waarbij een team verloskundigen samenwerkt met één vaste gynaecoloog. En ook is het aannemelijk dat ook in het ziekenhuis, als mensen daar de hele zwangerschap onder controle zijn, dat zij baat hebben bij een vast team gynaecologen en verloskundigen. We weten al heel lang dat continue zorg door zorgverleners alleen maar positieve effecten heeft en geen bijwerkingen. Waarom is daar dan nu pas wereldwijd aandacht voor in de geboortezorg? Medicijnen met minder zekerheid omtrent effecten en met potentiële bijwerkingen worden veel sneller ingevoerd en vervolgens wordt pas onderzocht of en hoe ze werken. Het is nu eenmaal gemakkelijker om te begrijpen dat een medicijn werkt dan preventie, omdat het veel minder tastbaar is. De coronapandemie, hoe vreselijk ook, laat zien hoe belangrijk niet-medische factoren zijn voor gezondheid. Zo is het aantal vroeggeboorten gedaald aan het begin van de pandemie. Meer onderzoek is hierna nodig. Maar één ding is duidelijk. Het aantal vroeggeboorten is niet gedaald door meer medische zorg, meer medische handelingen, maar door niet-medische factoren. In dit licht is het effect van continue zorg door verloskundigen op het verminderen van vroegabortus makkelijker te begrijpen. Invoering van continue zorg wordt in ons land vergemakkelijkt door de goede samenwerking die er al is in de geboortezorgketen. Recent zijn wij gevraagd deel te nemen aan een opdracht van de National Academies of Science, Engineering and Medicine in de Verenigde Staten. De vraag was om 4 geboortezorgsystemen te beschrijven met betere uitkomsten en lagere kosten dan dat in de VS. Waaronder het systeem in Nederland. En een van de conclusies was dat de geboortezorg in deze 4 landen goed geïntegreerd is in de zorgketen, in tegenstelling tot de geboortezorg in de VS. Bij het inzetten van noodzakelijke verbeteringen in de integrale geboortezorg is het daarom ook belangrijk om te koesteren wat goed gaat. Dit is heel spannend. Zeker als we overgaan naar integrale bekostiging. Internationale ervaringen leren dat in de strijd om schaarse middelen medische ingrepen voorrang krijgen, of ze nu noodzakelijk zijn of niet. Een ruggenprik moet voor iedere vrouw beschikbaar zijn, terecht overigens, maar continue ondersteuning die ruggenprik mogelijk had kunnen voorkomen, die tijd daarvoor is er vaak niet. Bij het vormgeven van integrale bekostiging zullen midwifery-zorg en watchful attendance daarom apart gefinancierd moeten worden als belangrijke zorginterventies. Uiteraard is het van belang dat zorgverleners in de hele geboortezorgketen hun zorg goed op elkaar afstemmen. Uit onderzoek blijkt dat de verloskundige de enige zorgverlener is die contact heeft met alle andere beroepsgroepen in de geboortezorg.
waar de huisarts de continue factor is in de medische zorg tijdens de hele levensloop, is de verloskundige dat in de geboortezorg en de jeugdverpleegkundige en jeugdarts zijn dat voor kinderen. Een soepele overgang van huisarts naar verloskundige en vervolgens naar de jeugdgezondheidszorg is essentieel. Daarnaast is bij alle vrouwen een goede samenwerking van verloskundigen met kraamverzorgenden belangrijk. En waar nodig, met gynaecologen, kinderartsen, obstetrische verpleegkundigen en andere zorgverleners en welzijnwerkers. Risicoselectie is wereldwijd een belangrijk element voor goede samenwerking in de geboortezorg. Door middel van risicoselectie krijgen vrouwen en baby's de juiste zorg die ze nodig hebben. Niet te veel en niet te weinig. En van de zorgverlener die die zorg het beste kan geven. De Nederlandse verloskundige indicatielijst wordt gebruikt om met vrouwen te bespreken of ze beter in de eerste lijn of in de tweede lijn zorg kunnen ontvangen. Deze is echter gebaseerd op een veel te beperkte taakomschrijving van de eerste lijns verloskundige, die zorg verleent aan vrouwen met een laag risico op complicaties. Dit leidt tot een onacceptabel hoog aantal verwijzingen van de eerste naar de tweede lijn en daardoor een wisseling van zorgverleners, zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de baring. Bij zogenaamde mid-riskfactoren, zoals de wens naar pijnmedicatie, worden vrouwen verwezen naar de tweede lijn, waar ziekenhuisverloskundigen de zorg vaak overnemen. Deze verloskundigen begeleiden de bevalling van bijna 80% van alle vrouwen in het ziekenhuis. En bij 40% doen zij dat zonder betrokkenheid van de gynaecoloog. De gynaecologen zijn vooral betrokken bij vrouwen met ernstige medische complicaties. De verloskundige indicatielijst biedt aan verloskundigen in de eerste lijn houvast over taken en bevoegdheden die verloskundigen in het ziekenhuis ontberen. Het is daarom goed dat het College van Perinatale Zorg nieuwe samenwerkingsafspraken ontwikkelt, waarbij verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend zouden moeten worden tussen autonome zorgverleners met ieder hun eigen expertise. En deze afspraken zouden ertoe moeten leiden dat verloskundigen in de eerste lijn en in het ziekenhuis weer één beroepsgroep gaan vormen die allemaal continue zorg bieden, in elk geval aan vrouwen met een laag risico en met mid-riskfactoren. Uiteraard moeten de afspraken over samenwerking ook leiden tot veilige zorg. Traditioneel ligt de focus in het verbeteren van veiligheid op de safety 1 benadering. Die is gebaseerd op de aanname dat er een lineair verband is tussen zorg die niet volgens de standaard is geleverd en uitkomsten. Maar de zorg, waaronder de geboortezorg, is zo complex geworden dat dat verband lang niet al te duidelijk is. In onze swingstudie gebruiken we daarom de safety 2 benadering, waarin ook geleerd wordt van hetgeen juist goed gaat. De nadruk ligt hierbij niet op het handelen van zorgverleners als oorzaak van problemen, maar juist als de oplossing ervan. Zorgverleners zijn expert in hun vakgebied en vrouwen zijn expert als het gaat om kennis van hun lichaam, ervaringen en behoeftes. We zullen met elkaar duurzame structuren moeten bouwen om de hoofdrolspelers in de geboortezorg, namelijk vrouwen en hun gezinnen, in alle facetten van zorg, onderwijs en onderzoek meer te betrekken. Zo maken ervaringsdeskundigen deel uit van het onderzoeksteam van onze Samen Sterk projecten in Groningen. En het is goed dat steeds meer vrouwen zich aansluiten bij een organisatie die hen vertegenwoordigt. Daarnaast is het nodig dat we als zorgverleners faciliteren dat vrouwen de expertise van elkaar gebruiken, omdat velen de steun van familie, buren en vrienden missen. Centering pregnancy is hier een voorbeeld van. Dit is een vorm van zwangerschapszorg die aan een vaste groep vrouwen wordt gegeven die elkaar leren kennen en ondersteunen. Deze zorg is door mijn TNO-collega Dr. Marlies Reinders vanuit de VS naar Nederland gehaald. Inmiddels is er ook centering parenting, waarin de jeugdverpleegkundigen een belangrijke rol spelen. Zeer geachte toehoorders, ik heb u laten zien hoe wereldwijd de aandacht in de geboortezorg verbreedt van enkel de focus op vrouwen en baby's met risicofactoren en complicaties naar goed onderbouwde midwifery-zorg voor alle vrouwen. De grootste uitdagingen op dit moment in de geboortezorg liggen op het snijvlak van medische zorg en publieke gezondheidszorg. Ik wil daarom onderzoek doen naar de ondersteuning die vrouwen en hun gezinnen nodig hebben
bij het verbeteren van hun leefstijl, het vergroten van hun veerkracht, het maken van keuzes in de zorg, de aanpak van sociale problemen, het omgaan met de zwangerschap en bevalling en het bouwen aan een goede band tussen alle gezinsleden. Dit sluit aan bij het programma Kansrijke Start van de overheid, waarin het doel is om elk kind een optimale kans te geven op een goede toekomst. Om gezinnen hierin te ondersteunen, moeten zorgverleners kairostijd hebben voor er zijn en voor het aangaan van relaties met gezinnen en niet alleen voor dingen doen. Zo kunnen zij inspelen op wat elk uniek gezin nodig heeft en rekening houden met iemands sociale en medische situatie, etnische achtergrond, opleidingsniveau en levensvisie. Binnen mijn leerstoel Verloskundige Wetenschap wil ik samen met vrouwen, hun partners, zorgverleners in de hele geboortezorgketen, onderzoekers en beleidsmakers onderzoek doen naar hoe we deze midwifferyzorg vorm kunnen geven, met daarin bijzondere aandacht voor continue zorg en watchful attendance. Vragen daarbij zijn: wat werkt en waarom? En welke eisen moeten we aan die zorg stellen? Het moet geen luxe zijn dat een vrouw haar zorgverlener leert kennen en dat die drukke zorgverlener tijd voor haar neemt. Dit zouden indicatoren moeten zijn waar we elkaar aan kunnen houden. Ik wil ook onderzoek doen naar waardegedreven geboortezorg. Welke zorg sluit aan bij wat voor vrouwen belangrijk is en hoe worden beschikbare middelen doelmatig gebruikt? Belangrijke onderzoeksterreinen daarbij zijn korte en lange termijn gevolgen van zorginterventies, het terugbrengen van ongewenste variaties in de zorg, de kwaliteit van risicoselectie, leren van wat goed gaat, de ervaringen en mentale gezondheid van vrouwen, de zorg voor vrouwen in kwetsbare situaties, geboortezorg in niet-westerse landen en hoe zorgen we ervoor dat zorgverleners voldoening halen uit hun vak, het vaak zware werk blijven volhouden en hoe bereiden we studenten hierop voor. Binnen ons Childbirth Network werken we aan een structurele verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs, waarbinnen we onderzoeksvragen formuleren en onderzoeksresultaten toegankelijk maken voor vrouwen, zorgverleners en studenten. Op landelijk niveau wil ik met anderen bereiken dat cliëntvertegenwoordigers in de geboortezorg organisatorisch en financieel een centrale plek krijgen. Ik heb gesproken over het belang van tijd voor verloskundige zorg met vrouwen. En als u zich afvraagt of dat niet vanzelfsprekend is en of het niet vreemd is dat ik u dat heb moeten uitleggen, dan hebt u helemaal gelijk. Graag wil ik nu een aantal mensen bedanken. Hoe kan ik ooit iedereen noemen die eraan heeft bijgedragen dat ik hier mag staan als hoogleraar? Heel veel dank aan allen die mij persoonlijk en professioneel hebben gesteund. Ook degene die ik vanwege de beperkte tijd helaas niet kan noemen per naam. Met het instellen van de gewone leerstoel hebben het college van bestuur van de Vrije Universiteit en de raad van bestuur van het Amsterdam UMC erkenning gegeven aan het onderzoeksgebied verloskundige wetenschap. Dank voor het vertrouwen dat u in mij stelt door mij te benoemen als hoogleraar. Veel dank aan alle vrouwen, zorgverleners en anderen die aan ons onderzoek hebben deelgenomen. Het is mooi dat we steeds meer samen onderzoeksvragen bedenken en studies opzetten. Dear professors Sue Down en Hannah Dahlen, thank you so much for being here today, be it virtually. It is great to work with both of you. I love to learn from your beautiful, sharp minds, to work hard together and to have a lot of fun as well. Professor Corine Verhoeven en doktoren Jens Hendricks, Esther Feijen, Lilian Peters en Danielle Jansen. Ik ben dankbaar voor jullie als vaste groep senior onderzoekers die mijn klankbord zijn en ieder op jullie eigen manier onze onderzoekslijnen verder brengen. Onze discussies houden mij scherp. Wenke de Jager en Tama Kruid, veel dank aan jullie als vaste ondersteuners van onze afdeling die ervoor zorgen dat alles goed draait. Eerdere en huidige postdocs, promovendi, docentenonderzoekers, studenten en ondersteunend personeel. Dank dat jullie de afdeling hebben gemaakt tot wat hier nu is. Een plek waar niet alleen hard gewerkt, maar ook goed geleefd wordt. Docenten en andere medewerkers van de AVAG, ons onderzoek en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. En ik werk graag met jullie samen. Dank voor jullie enorme inzet voor de opleiding en academisering van verloskundigen.
De toegenomen complexiteit van het beroep verloskundige vraagt om een wetenschappelijke opleiding die past bij de verantwoordelijkheden die verloskundigen dragen. Zonder anderen tekort te doen wil ik jou, Marianne Prins, in het bijzonder noemen. Je bent niet alleen collega, maar ook een dierbare vriendin. Jij hebt zoveel voor het verloskundig onderzoek en onderwijs gedaan dat je gepromoveerd had kunnen zijn en hier had kunnen staan als onze hoogleraar. Veel dank ook aan mijn mede-managementteamleden, Dr. Wim Gorissen, Wilma Hendricks en Monique den Arend, voor de continue steun van onze afdeling en voor dit hoogleraarschap. Professor Brug, beste Hans, Margreet van der Meijden en Gea van Meulen, dank voor jullie steun bij het opzetten van onze afdeling. Hans en Gea, dank voor jullie doorzettingsvermogen om deze leerstoel te verwezenlijken en voor jullie geloof in mij. Professor Hatten, beste Aileen, dank dat je als eerste hoogleraar van onze afdeling het pad voor mij hebt geëffend. Onze afdeling is uniek binnen de universitaire wereld in Nederland. Dank voor de steun van vele onderzoekers van andere disciplines die hebben bijgedragen aan het tot bloei komen van onze afdeling. In Groningen zijn dat onder andere professor Marjolein Berger, die bij de afdeling huisartsgeneeskunde onderdak biedt aan onze onderzoekers, en daarnaast professoren Menno Rijneveld, Sikkers Geon en Jan-Jaap Erwig. In Amsterdam voelen we ons onder andere gesteund door afdelingen binnen de divisie Eerste Lijnzorg, Public Health en Meteorologie. Met dank putten wij uit de kennis van vele hoogleraren en hun onderzoekers, waaronder professoren Martina Cornel, Christiane de Groot en Joris van der Post. Graag werken we ook in de toekomst samen aan mooie projecten in Amsterdam en Groningen en met andere onderzoekers in binnen- en buitenland. Veel dank, professor Schellevis, beste François, dat je jarenlang supervisor was van onze afdeling en ook nu nog mijn mentor wil zijn. Je opbouwende, kritische blik waardeer ik zeer. Professor van der Horst, beste Henriette, dank dat ook jij ons steunde als supervisor en mij als mentor de weg wees binnen de VU, totdat dit ging bijten met je functie als divisievoorzitter. Professor Lagro Jansen, lieve Twan, je bent mijn moeder in de wetenschap en mijn lichtend voorbeeld. Dank dat je nog steeds mijn mentor bent die mij de weg wijst in de wondere wegen van de wetenschappelijke wereld. Mijn collega's van verloskundige praktijk Vondelpark, Constance Erwig, Caroline Grotes en voorheen ook Joke Klinkert. Veel dank dat ik door jullie flexibiliteit mijn werk als onderzoeker nog steeds kan combineren met het werk als eerste lijns verloskundige. Ik had als titel voor mijn oratie ook de spreuk kunnen nemen van onze website, namelijk Many things that count cannot be counted. Van jullie leer ik dagelijks hoe er zijn vaak belangrijker is dan doen in de verloskunde. Lieve familie, ik heb in mijn leven meer kansen gehad dan alle generaties voor mij, zeker als vrouw. Maar ik had hier niet gestaan als eerdere generaties niet heel hard gewerkt hadden om iets te maken van hun eigen leven en dat van hun kinderen. Zoals onze Groningse onderzoekers graag benadrukken, de eerste Nederlandse verloskundige die hoogleraar is geworden, heeft haar wortels in Noord-Nederlandse grond. Lieve vrienden, broer Peter en schoonzus Anita, nichten Loes en Monique, jullie zijn er trots op dat ik hier sta. Maar nog waardevoller is het dat het voor jullie niet uitmaakt wie ik ben of wat ik doe. Die onvoorwaardelijke vriendschap is mij zeer dierbaar. Lieve pa en ma, Hogeveen is een solide basis van waaruit ik mijn grillige carrièrepad heb kunnen volgen. Altijd word ik met open armen ontvangen en kan ik jullie hulp inroepen voor van alles. Net als voor verloskundigen is voor ouders misschien wel de belangrijkste eigenschap dat ze er zijn. Juist toen ik jullie niet nodig had, maakte die wetenschap dat ik hoog kon vliegen. Heel veel dank. Henny en Amanda, dank voor de rol die wij mogen spelen in jullie leven. Jullie zitten voor altijd in mijn hart. Lieve Charles, tijdens onze masteropleiding Public Health in Edinburgh brachten we nachten door in het computerlokaal Greenfield Suite om onze scripties te schrijven. Veel is veranderd. Maar onze passie voor goed onderzoek en betere zorg en onze liefde voor elkaar zijn onveranderd. Voor jou is het vanzelfsprekend dat mijn werk even belangrijk is als dat van jou. Als ik vraag, kan ik dit wel? Is jouw antwoord meestal, waarom niet? Mede daarom sta ik nu hier. Dank voor je steun en geloof in mij. Heel hartelijk dank voor uw aandacht. Ik heb gezegd.
Dankjewel, professor Ank, voor een prachtige reden, waarin je een hartstochtelijk pleidooi houdt voor het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. En in het bijzonder de juiste verloskundige zorg op de juiste plek en op de juiste tijd. We moeten niet te veel, maar ook niet te weinig zorg leveren. En vooral zorg leveren die aansluit bij de behoeften van mensen en die bijdraagt aan een zo goed mogelijke uitkomst. Een pleidooi dus dat naadloos aansluit bij het eeuwenoude adagium van de geneeskunde. Primum nil nocere. In ieder geval geen kwaad doen. Dat adagium moeten we ons elke keer weer inprenten als we in de actiemode staan. Is het nodig dat we ingrijpen? En wat zijn de nadelen ervan? En wegen die dan wel op tegen de voordelen? De juiste zorg op de juiste plek, de patiënt, de cliënt centraal, waardegedreven zorg. Het lijken vaak kreten te zijn die te pas en te onpas worden geslaagd, in plaats van principes die werkelijk in de praktijk worden toegepast. In jouw reden laat je zien dat ze je ernst zijn en dat je er werk van maakt en zal blijven maken. En dat belooft veel goeds voor de toekomst. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, is een veelgebezigd caveat. Maar op basis van jouw resultaten in het verleden durf ik wel te voorspellen dat de afdeling Verloskundige Wetenschap onder jouw bezielende leiding een aantal klinkende resultaten zal behalen en bij zal dragen aan het optimaliseren van de geboortezorg in binnen- en buitenland. En en passant heb je me ook nog even aan het denken gezet of we het vertrouwde huisartsenprincipe watchful waiting niet moeten vervangen door watchful attendance. Dat klinkt eigenlijk nog beter. Ank, we kennen elkaar nu meer dan 10 jaar. Je bent vanaf het begin bij wat eerst de afdeling midwifery science heette en nu de afdeling verloskundige wetenschap heet, betrokken geweest. We hebben op diverse manieren met elkaar samengewerkt. Samen met François Schellevis ben ik een tijd lang wetenschappelijk supervisor geweest van de onderzoeksgroep midwifery science. Je noemde het al. We hebben ook in een paar onderzoeksprojecten nauw met elkaar samengewerkt, onder andere in de IRIS-studie. En toen Gea Vermeulen vertrok, werd je eerst interim afdelingshoofd. En sinds eind 2019, toen je tot hoogleraar benoemd werd, werd je ook afdelingshoofd. En al zolang ik jou ken, spat de passie voor jouw vak en je gedrevenheid om dat vak verder te brengen er aan alle kanten vanaf. De academisering van de verloskunde ligt jou na aan het hart en vordert mede door jouw toedoen en de inzet van AVAG niet te vergeten, gestaag. Je hebt in het begin, toen er sprake was van het realiseren van een gewone leerstoel in plaats van de bijzondere leerstoel die Eileen Hutten bekleedde, wel getwijfeld of jij wel de juiste vrouw op de juiste plek zou zijn. We hebben daar destijds een aantal gesprekken over gevoerd en gelukkig heb je vol overtuiging gekozen om deze uitdaging aan te gaan. Ik ben er trots op dat jouw afdeling onderdeel uitmaakt van onze divisie Eerste Lijn Zorg, Public Health en Methodologie van Amsterdam UMC. Je hebt een waardevolle inbreng in ons divisieberaad, waar je regelmatig aandacht vraagt voor zaken als het betrekken van patiënten of cliënten bij alle fasen van wetenschappelijk onderzoek en voor het belang van een heldere communicatie over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor alle belanghebbenden. Niet alleen voor onze divisie, maar ook voor Amsterdam UMC is deze leerstoel en de afdeling van belang, omdat daarmee de volledige geboortezorgketen van de zorg voor de fysiologische zwangerschap en geboorte tot en met de zorg voor de uitermate gecompliceerde zwangerschap en geboorte is gedekt. Voor het verder kunnen ontwikkelen en optimaliseren van integrale geboortezorg is dat van groot belang. Ank, je hebt het in je reden gehad over het verschil tussen chronos en kairos en het belang van het gepaste onderscheid daartussen. Voor het uitspreken van een reden is chronos een leidend tijdsprincipe. Maar wat er daarna komt is toch echt kairos leidend. Het is tijd om na te genieten van deze bijzondere dag. Hooggeleerde de Jonge, beste Ank. Ook aan mij de eer om je geluk te wensen met je nieuwe status als decaan. Want met het uitspreken van deze reden heb je het ambt van hoogleraar aan de Vrije Universiteit formeel aanvaard. Een reden om trots op te zijn. Trots ook gezien de noviteit die je zelf beschreef. De eerste Nederlandse hoogleraar. En in deze gelukwensen wil ik uiteraard ook je naasten nadrukkelijk betrekken. Charles, je ouders, je overige familie.
de medewerkers van de afdeling Midwifery Science en de medewerkers van AVAG. Dank voor een prachtig verhaal met veel inspiratie. Je bracht ons terug naar Griekse goden. Je inspireerde professor Van der Horst zojuist hem ook nog even een Griekse god, Hippocrates, primum non nocere. De Griekse tijd, midwives. Als je dan zegt dat het woord uit het Engels komt, dan zal een enkeling van ons misschien ook nog even aan de BBC denken. Een prachtig verhaal met veel inspiratie. Ik wil toch ook even benadrukken hoe knap het is dat je dit verhaal zo mooi gehouden hebt voor een camera of voor een scherm. Normaal doe je dat in een zaal die inspireert, waar je wat geroezemoes hoort, waar je wat interactie met de zaal kunt opbouwen. En nu zie je alleen maar een scherm of een camera. En er zijn mensen die professioneel optreden, die liever een proefoptreden met 20 toeschouwers afspelen, dan dat ze het zonder toeschouwers helemaal opnieuw over moeten doen. Dus geweldig knap dat je dat gelukt is. En je hebt ook echt inhoud gegeven aan de titel van je reden. Tijd voor verloskundige zorg met vrouwen. Uiteraard ging het over verloskundige zorg, de hele keten, je hele verhaal. Het is ook duidelijk dat je dat met en voor vrouwen wil doen. En je hebt het begrip tijd ook geweldig ingevuld. Het gaat om de tijd die je doorbrengt met die vrouwen, maar het gaat ook om continuïteit. Dat er een zekere borging is van aandacht die niet steeds door verschillende mensen gegeven wordt. Een heel mooi duidelijk verhaal. De rol van de vrouw, de gelijkheid, de relatie staat centraal. In plaats van de nadruk op risico's en complicaties die er naar jouw mening te veel gekomen is. En dat is begrijpelijk. En het is heel goed dat dit nog eens een keer benadrukt wordt. Jij wil van handelen naar ondersteuning. Watchful attendance. Heel prima. Maar je schetst gelijk de uitdagingen die er zijn. De uitdagingen bijvoorbeeld in de bekostiging. Want handelingen worden betaald, vergoed, zelfs als ze niet altijd geïndiceerd zijn. En wachten wordt niet altijd betaald en vergoed. En wachten wordt in onze samenleving ook niet altijd begrepen en gewaardeerd. Hoe belangrijk het ook kan zijn om even af te wachten. We vinden met z'n allen, als er een moeilijke situatie is, maar al te makkelijk dat we er allemaal bovenop moeten springen. Als het spannend is, is niets doen vaak het moeilijkste. En daar roep jij toe op. Niets doen is ook extra uitdagend in een tijd dat er natuurlijk veel technologische vooruitgang is. We hebben geweldig de neiging om in een tijd van technologische vooruitgang veel apparatuur aan te slepen, naar metertjes te kijken, naar computers te kijken, naar schermen te kijken, in plaats van naar de mens te kijken. In jouw geval in plaats van naar die vrouw te kijken. En je doet nadrukkelijk een oproep om daarover na te denken hoe dat het beste kan. En dat zal moeilijk zijn, want technologie heb je natuurlijk van tijd tot tijd ook erg nodig. Er is veel vooruitgang geweest qua technologie en het zal de kunst zijn om die goed in te zetten. Dat er predictiemodellen komen wanneer een vrouw wat nodig heeft. Je wil niet te veel ingrijpen, maar je wil uiteraard ook niet te weinig ingrijpen. Je positioneert de midwifery science op het snijvlak van geboortezorg en het sociale domein. Heel belangrijk. In relatie tot de verloskundige wetenschap. Er is één term die je gebruikt en die je ook een paar weken geleden al ergens gebruikt hebt. Van immaterieel erfgoed. En dat vind ik op zich wel een hele mooie, maar ik moest er even over nadenken. En hij heeft zijn mooie kant en zoals elke vergelijking gaat hij hier en daar misschien ook een heel klein beetje mank. Want ik heb me laten vertellen dat immaterieel erfgoed vooral van betrekking is op een aantal handelingen, op een proces, of mooier gezegd, op een ambacht. Maar dat het resultaat er soms minder toe doet, dat het meer om het ambacht gaat dan om het resultaat. En je weet natuurlijk al te goed dat dat niet het geval kan zijn. Wat bij immaterieel erfgoed ook heel belangrijk is, dat staat ook in allerlei omschrijvingen daarvan, dat het zich wel degelijk kan ontwikkelen, dat je het moet onderhouden, en dat je het moet actualiseren. En dat is wat je natuurlijk heel nadrukkelijk zelf ook zegt als je het hebt over onderzoek doen naar waardegedreven zorg. Samenwerken in onderwijs en opleiding, maar samenwerken in de keten van de geboortezorg, zodat alle facetten ervan in aanmerking komen en tot uitdrukking komen,
is iets wat je in je verhaal ook op allerlei manieren terughoort. Interprofessioneel, intercultureel, en ik begrijp dat ook in het symposium wat eerder vandaag al heeft plaatsgevonden, daar heel veel aandacht aan besteed is. En ik ben ervan overtuigd dat je daar op die manier interprofessioneel in nauwe samenwerking invulling aan zult geven in de komende jaren. Dit alles gezegd hebbend spreek ik dan ook graag de wens uit dat jij, Ank, je ambities zult kunnen waarmaken dat Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit daar nog lang trots op zullen zijn. En uiteraard dat het voor vrouwen is en dat vrouwen en baby's erbij gebaat zullen zijn in heel Nederland en daarbuiten. We rekenen op je, maak er werk van zoals je aangekondigd hebt in deze reden. Gekomen aan het eind van deze bijeenkomst wil ik deze openbare vergadering van het College van Decanen sluiten met het uitspreken van de lofverheffing. De naam des Heren zij geprezen, van nu aan tot in eeuwigheid.